Cast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Een goede middag iedereen. Welkom op ons webinar over de introductie over de nieuwe RFM 6 en AirStep 9. Vandaag zullen ikzelf en mijn collega Emiel Peltenburg het webinar presenteren. Ik zal optreden als moderator vandaag en Emiel zal live de software tonen. Emiel, kan je mij goed verstaan? Ja, ik kan je goed verstaan, Jo. Zie je mijn scherm? Ja, ook, ja. Top. Ik zie ook dat er nog wat de mensen zijn aan het binnenkomen, dus voor de nieuwkomers ook welkom. Je mag naar de volgende slide gaan, Emiel. Voor de vragen tijdens het webinar, we gebruiken GoToWebinar. Dat is waarschijnlijk voor iedereen in deze coronatijden wel bekend. De vragen die mag je in het questions pane typen. En ik zal dan zoveel mogelijk tijdens de presentatie proberen te beantwoorden. En op het einde kan ik Emiel ook nog wel wat vragen stellen. Moesten we niet alles beantwoord krijgen, dan gaan we je zeker achteraf nog even contacteren via telefoon of e-mail. Maar aarzel dus niet om, om heel veel vragen te stellen, dat vinden we heel leuk. We horen graag wat leeft bij onze klanten en wij antwoorden daar heel graag op. Wat betreft RFM 6, AirStep 9, dus nieuwe releases zijn het. Voor de mensen die op onze events waren in Utrecht en in Genk, toen dat nog mocht, een maand geleden, die hebben het gehoord. We brengen de releases uit in fases. Dus in oktober hebben we de eerste fase uitgebracht. Daar hebben we getracht om zo'n 85% van alles wat onze klanten dagelijks gebruiken beschikbaar te hebben. Dus dan spreek ik over alles wat algemeen is, wat we vandaag ook gaan laten zien. Maar ook voor beton, staal, hout, stabiliteit en dynamica zit daar al heel veel in. Dat gaan we vandaag niet allemaal zien, maar we hebben nog wat webinars gepland de komende maanden. En Emiel en ik gaan trachten jullie dat in het Nederlands allemaal nog uit te leggen in de komende maanden. Fase 2 die staat gepland voor begin 2022, dus dat is niet meer zo lang. Daar gaan nog wat extra dingen bij komen. Heel veel mensen wachten ook nog op de CLT-module die erin komt voor kruislaghout te berekenen. En ook voor cold-formed, koud-gewalste profielen zullen daar ook nog uitbreidingen zijn in die fase 2. Daarna komt fase 3. Dat gaat eind 2022, begin 2023 zijn. Dan komen er wat meer exotische modules zoals RF Glass voor glasberekeningen, voor mast- en towerberekeningen. En nog extra dingen zullen dan beschikbaar zijn. Zoals ik al vertelde, we gaan heel wat webinars doen. Vandaag is het eerste in de reeks. Binnen 2 weken doen we er nog eentje, net voor kerstmis, over staalconstructies, dus een RFM 6 en AirStep 9. Dat gaat nog vervolgd worden in januari door enkele webinars. Over betonconstructies, Eurocolle 2, ook stalen plaatconstructies, gelaste zet er tussen haakjes, heel interessant. Er is een nieuwe functionaliteit ook in RFM 6, waar je echt een las mee kan gaan invoeren. Daar kan je heel veel leuke dingen mee doen. Dat gaan we je in januari laten zien, of een stukje ook al laten zien op ons event vorige maand. Dat gaan we nog even op terugkomen dan. In februari gaan we het over CLT hebben en Eurocode 5 voor onze klanten die heel wat met hout doen. Een volgend webinar gaat in februari ook nog gaan over nieuwe features en over rapporteringen. Het gebruik van de rekennota, daar is heel wat in veranderd. Dat gaan we jullie vandaag ook al een stukje laten zien. Maar in dat webinar gaan we daar nog dieper op in.
In maart gaan we dan vervolgens het over solid modeling hebben. Dus zoals een RFM5 is het in RFM6 ook nog altijd mogelijk om met solids, dus 3D-indige elementen, te gaan modelleren. Dus voor hele dikke stalen platen of voor gedrongen betonconstructies is dat zeer handig. In het tweede deel van maart gaan we het over web services hebben. Dat is volledig nieuw, dus dan gaan we het hebben over programmatie, cloud computing, wat je allemaal kan doen met de RFM6. In april gaan we het dan nog hebben over het gebouwmodel, optimalisatie naar materiaal, maar ook CO2-uitstoot. En het tweede deel, tips en tricks en R-section. R-section is eigenlijk de nieuwe ShapeTin, dus ShapeTin 9. En Shape Massive 8 worden samen gemerged nu in RS Section. Dus dat is de nieuwe release daarvan. Dus dat gaan we in april nog even over hebben. We doen ook nog een live infomiddag in Genk en Utrecht weer. Begin volgend jaar over die webservices waar ik net al over sprak. Dus dat gaat dan gaan over het programmeren, Python, C-sharp, JavaScripting. Dus eigenlijk voor mensen die de COM-interface gebruikten in RFM5, die gaan dit zeer interessant vinden. Maar we gaan jullie daar nog allemaal voor uitnodigen. Er komt ook weer een specialist vanuit Lubal, Jaroslav Bros. Hij is alleen maar met van dit soort programmatiedingen bezig. En we hebben hem uitgenodigd om dat in detail toe te lichten. Ook het SAF, het SAF-formaat, wordt toegelicht dan. Is ook iets wat wij zien dat meer en meer gebruikt wordt. Ja, Jo, kun je mij verstaan? Ja. Oké, nou, ik ga nu de introductie doen van RFM6. Het zal niet een hele diepgaande webinar zijn. Het is meer een globaal overzicht over de nieuwigheden, belangrijke zaken die men moet weten. En ik dacht eigenlijk aan een volgende opbouw. Dus we gaan eerst het nieuwe licentiesysteem uitleggen. Dan vertellen wij hoe we nou omgaan met de normcontroles. We noemen dat add-ons. De nieuwe ontwerpsituaties, controle en rapport. Nou, dat is eigenlijk de standaard opbouw die je eigenlijk altijd ziet in een berekening. En terwijl ik dit webinar aan het voorbereiden was, dacht ik, ja, maar eigenlijk een van de belangrijkste zaken is dat het rapport zo heel belangrijk is. En we hebben heel fundamenteel nagedacht, kunnen we nou winst halen voor de constructeur, de ingenieur? En wij denken dat we door echt het rapport als basis als ware te hebben, dat wij... ja, dat daardoor heel veel snelheidswinst te maken is. Dus ik hoop dat dit webinar te laten zien, rekening houdend met het feit dat constructeurs wel zeker 2 monitoren nu hebben, maar soms alleen een laptop, maar meestal toch 2 monitoren, soms 3. En ja, onze software is daar speciaal voor gemaakt om het op meerdere monitoren te kunnen. Dus het rapport zal in de praktijk op een andere monitor staan. Maar ik ga dat proberen met een gespleten scherm om dat aan u te laten zien. Ja, over dat rapport. Ik doe dit werk nu bijna 20, 25 jaar. En mijn inschatting is, als ik het overleg met andere klanten, hè, stel dat je nou normaal een week een berekening hebt van 40 uur, hè, dan is het modelleren, het berekenen, het controleren en dan de iteraties erop volgen, te aanpassen en zo. Dat is, hè, meestal iets van 60%. En dan is 40% van het werk ben je nog bezig om een goed rapport te maken dat helemaal voldoet aan de huisstandaard enzovoort. Nou, dit in gedachten genomen hebben wij gewoon eens gedacht, kunnen wij dan niet veel meer die rapportage als ware integreren? En ja, ik wil je daarin meenemen in het idee dat ik daarbij heb, of wat wij daarbij hebben gehad. En wij denken daardoor dat de inschatting is dat je wel 20% sneller kunt werken op deze manier. Dus ik hoop dat u vandaag duidelijk te kunnen maken. Dus vragen kunt u stellen via het question pane. Ik ga even nu naar RFM6. Jo, jij kan mijn scherm zien.
Ja, ik zie RFM 6. Ja. Nou, dit is RFM 6. Ik zal zo even de interface laten zien, maar ik ga eerst even als eerste naar het nieuwe licentiesysteem. We hadden voorheen een licentiesysteem op basis van softlocks, dus softwarematige protectie en USB-dongels of een netwerklicentie. Al die drie opties vervallen met de nieuwe versies, want we gaan naar een online licentiesysteem. Dat betekent zoveel dat u als zelfstandige een licentie krijgt of u krijgt als bedrijf één of meerdere licenties. En als u dan een bedrijf heeft met bijvoorbeeld 10 constructeurs en 4 licenties, dan ziet dat er eigenlijk als volgt uit. Dus ik heb hier een bepaalde licentie. Je ziet hier, dit staat RFM6 met Steel Design. En u ziet dat ik deze geleend heb. Dus ik heb deze versie geleend. En ik kan nog, als ik dingen naar beneden laat vallen, zien welke andere licenties er zijn. Zoals mijn collega op dit moment met de eerste licentie bezig. En die heeft hem ook in bruikleen. En deze licentiesysteem is online. Dus als jij dingen verandert, moet u internet hebben. Een werkende internetverbinding. Dan verbindt die met onze licentieserver in Duitsland. En dan wordt gekeken of de licentie vrij is of niet. Nou, het voordelen die u erbij heeft, is dat u natuurlijk, soms kunt u niet online zijn. Dan kunt u tijdelijk een licentie lenen. Dus u kunt gewoon eenvoudig zeggen, nou, ik wil deze licentie lenen tot vrijdag. Dan doet u dat op deze wijze. En dan is die licentie tot vrijdag geleend. En dan kan er geen collega, die kan dan meer van deze licentie gebruik maken. Dat werkt als volgt. Dus, en u kan dan, als u dan weer terug bent en u wilt het teruggeven, dan drukt u op het knopje geleend, teruggeven. Voort kunt u zien, dat zullen we zo zien, heeft u iets gekocht, heeft u een trial license of een demo, dat zit u hier. Nou, druk even op oké, hoe werkt dat dan in de praktijk? Nou, ik start even een nieuw bestand. En het nieuwe bestand opent hier. Ik geef het even een naam. Voorbeeld webinar. En even een 3D model. Verder ga ik hier even niet heel erg op in. Behalve het feit dat we nu die add-ons, die zijn nu beschikbaar naast het hoofd. Dus u kunt er van tevoren aangeven, wat wil je nou eigenlijk gaan doen? Nou, ik zal je verklappen, ik ga een houtconstructie doen, bestaand uit staven vandaag. Maar dat is meer conceptueel, ik ga niet heel ver op de houtcontrole in. Dus ik zeg hier hout. En hier zit hij eigenlijk bedoeld. Ik zie hier dus een overzicht van de beschikbare licenties die ik als bedrijf heb. En u ziet dat er heel veel als demo staat. Dat betekent dat ik daar geen licentie van heb aangeschaft. De enige licentie die in deze nummertje 32 beschikbaar is. Hier is dat nummer 32. Dat is de staalontwerp. Dus het is de normcontrole volgens de eurocode. Onder andere de eurocode 3. Maar ik moet eurocode 5 hebben. Dus ik ga hier terug. Ik zeg oké, ik heb dus een andere licentie nodig. Hier naar licentiemanager. Ik zeg ja, maar ik heb niet deze, ik wil deze hebben. En daar zit die wel in. En daar zit ook, hier zit u Timber Design. Dus die kan ik gebruiken. Druk op oké. Ik ga hier terug naar de licenties. Add-ons. En je ziet dat ik hier meer, dat ik hier daar beschikking over heb. Dan druk ik hier op staalontwerp, houtontwerp. En nu kan ik dus normcontrole van houten staven gaan doen. Ik ga even verder. We hebben al gelijk, zoals we al in het begin ook hadden met RFM5, kunt u aangeven dat u met een bepaalde nationale bijlage wil rekenen. Ik ga dat hier doen. Ik heb bijvoorbeeld eurocode 0. Ik voor hout werk die iets af. Dat geef ik hier aan. En dan kies ik hier de Nederlandse bijlage. Dit soort zaken kunt u ook in een template opslaan. Ik kies hier de norm voor de wind. En je ziet hier ondertussen de figerende normen altijd, die worden gehanteerd door de software, ziet die netjes staan. Dat staat hier. Nou, andere opties zijn, sla normen 2 even over, dat gaat meer over bijvoorbeeld dynamica. U kunt wat instellingen doen en dan straks in een later webinar gaan we ook, volgende week, over 2 weken gaan we uitgebreid in staafvertegenwoordigers. Maar die sla ik nu even over. Nieuw is het feit dat u ook het model kunt koppelen aan GPS-coördinaten. En dan gaat automatisch de windsneeuwberekening wordt voor u uitgevoerd. Stel dat ik daar hier op druk, dan selecteert hij een locatie,
gaat naar onze geotoolzone. En stel dat ik even kijk, hè, van ik typ hier gewoon een naam in, bolzwart bijvoorbeeld. En je ziet hier, ik zit hier in bolzwart. Ik zie hier de sneeuwgebied, en ik zie hier het windgebied. Aardbeving geldt natuurlijk niet, dat zou voor onze Belgische, Vlaamse webinars, kijkers, kan ik hier natuurlijk wel ook naar België gaan en Genk België intypen. Dan kan ik zelf ook aardbeving bekijken en dan zit het op deze wijze erin. Dat is die geozone tool. Zal ik teruggaan naar, ik kies hier even Alkmaar. Daarom neem even deze situatie. En ik druk oké. En dan wordt netjes, wordt hier de gegevens van het centrum van Alkmaar in dit geval, wordt dan, je kunt er natuurlijk ook straatnamen invoeren, wordt het ingevoerd. En zo kunt u later, weet je ook precies waar het project staat, kunnen we later ook de modellen publiceren op Google Earth en zo, dat soort zaken staan op ter beschikking. Oké, nou, de interface. Bekende kijkers van gebruikers van EFM 5 en S-Stap 8, we kennen het al. We hebben hier het grafische scherm. Onderin hebben we de spreadsheet-achtige omgeving met de koppeling met Excel. Bovenin hebben we menustructuur, knoppenbalk. Knoppenbalk is zo opgebouwd dat die van links naar rechts werkt. Waarvan links simpel is en rechts is resultaten en complexere zaken. En aan de linkerzijde hebben we de Navigate. Nou, wat we bij de hele fundamentele heroverweging van de RFM6 hebben geconcludeerd, is dat wij, als we straks ook tooling gaan gebruiken voor optimalisaties, voor CO2, voor dat soort zaken, voor kosten, voor minimaal gewicht, hè, waar je het koppelt aan andere software, dan heb je de mogelijkheid nodig dat je ook op unity checks, dus op normcontroles, kunt moet optimaliseren. En dat betekent eigenlijk zo dat je voor ons begrip, hè, dat we hadden een onderscheid tussen het mechanica gedeelte en de normcontrole, dat is nu helemaal zo vervaagd. Dus dat hebben wij nu toegepast, waarbij we dus de add-ons meer geïntegreerd hebben, dat gaat u zo zien. En we hebben wat filtertechnieken nog toegepast. De eerste is natuurlijk het feit dat hij nu in het 3D-scherm zit. En ik kan hier zeggen, ja, maar ik wil niet in een 2D en 3D werken. Bijvoorbeeld wel in 2D werken, in een 3D-model. En dus het is een plat, nou, dat soort dingen zijn. Ik kan bijvoorbeeld vlakken uitzetten. Ik ga later in andere webinars meer op vlakken in. Maar hier, dit is dus eigenlijk puur een staafconstructie. En dan werk ik zeg maar rechtop. En wat is nou gebeurd? Het aantal objecten hier is kleiner geworden. Het is dus gefilterd. Nou, wat hebben we nou veranderd? We hebben nu als het ware een basisobject. Een basisobject is gewoon wat we vroeger, knopen, lijnen, staven, materialen, doorsneden, de platen, de vloer en dat soort diktes, dat is nu uitgefilterd. Maar dat noemen we basisobject. Dan heb je een aantal speciale objecten, dat kunnen blokken zijn, die zal ik aan het eind van het webinar nog laten zien. Maar constructieve aanpassingen, bijvoorbeeld een steunpunt dat een bepaalde belastingcombinatie niet werkzaam is. We hebben koppelingen tussen knopen of lijnen, dat soort zaken. Dat noemen we speciale objecten, dus basisobjecten. En wat hebben we nou, hadden we in RFM5 al, je kunt aan een basisobject een ander object hangen. Denk bijvoorbeeld aan het steunpunt. Hè. Het steunpunt hangt aan een knoop. Dat geldt eigenlijk voor alle software, dat geldt voor ons ook. Nou, en je kunt nog vanuit een knoop nog eindige elementen netverfijningen toepassen. Dat zijn de zogenaamde types, noemen we dat. En dat geldt voor een knoop, maar ook voor een staaf. Ik zal straks ook bijvoorbeeld het staafkanaal laten zien. En tenslotte, als laatste eigenlijk, is de types voor de houtontwerp. We hebben ook, als je een normcontrole wil doen, is er een aantal zaken die je ook wil weten. Nou, die geef je dan hier bij het houtontwerp in. Nou, laten we eens gewoon kijken wat er allemaal nu. Laat ik gewoon eens iets modelleren, dan ziet u vanzelf wat er gebeurt. Ik maak dit iets kleiner. En ik vergat eigenlijk iets belangrijks, dat is dat afdrukrapport. Dus ik begin ook even met het afdrukrapport, om gelijk een nieuwe te maken. Afdrukrapport. Je ziet hier een afdrukrapport wizard. Ik zal daar niet heel uitgebreid op ingaan, want dat heb ik in het webinar zelf, want het is de helft zeker nodig om alle goede zaken uit te leggen. Maar
is hier nu een mogelijkheid om schablonen zelf te maken, vrij eenvoudig te delen met collega's. En ik heb hier één gemaakt waar ik voor een raamwerk inclusief plaatjes en schablonen gebruik. En die ga ik hier even toepassen. Ik zeg bewaar en toon. Dan wordt een aparte applicatie gestart voor het rapport. En die aparte applicatie, die zou je dus op een andere monitor kunnen zetten. Nou, ik heb dat even. Ik zet hem even hier neer. Je ziet, ik zal hem iets kleiner maken. En dan ga ik deze. Pak ik gewoon Windows en die ga ik die kant op. Zo. En dan hoop ik een beetje dat ik een twee monitoren situatie een beetje heb gemodelleerd. Nou, hier zit hier het rapport. U ziet hier, die is helemaal leeg. Ik heb nog helemaal niks gemodelleerd. Dat is logisch. Ik kan van de een naar het andere gaan. Dus ik ben hier en het rapport blijft gewoon open. En ik hoop u gedurende dit webinar bepaalde voordelen ervan te laten zien. Dus ik ga in deze situatie verder. Ik ga beginnen met het modelleren van een raamwerk. Ik begin gewoon van links naar rechts. En ik zet hier een enkele staaf op. Die staaf, daar is in RFM6 wel iets mee veranderd. We hebben de doorsnede apart gezet. En ik doe dat hier en ik zeg doorsnede. Ik kies hier nu uit de bibliotheken die beschikbaar zijn. Die zijn voor onder andere voor de doorsnedes en de materialen. Die kan ik hier nu benaderen. Ik ga een houten ligger doen. Een massieve doorsnede. En ik selecteer hier, maak nieuw materiaal, weer een bibliotheek. En de bibliotheek hebben wij van materialen hopelijk veel sneller gemaakt. We hebben niet meer onderscheid gemaakt met filters. Hij is er nog wel, maar mensen die heel vertrouwd zijn, die kunnen gewoon heel makkelijk beton. Typ je in en dan kun je C2025 pakken. Ik weet dat voor hout wil ik met C20 werken. Dan zie je een overzicht van de bestaande C20's. Wat wij hebben, dat gaat allemaal vrij vlot. Ik kies natuurlijk hier de eurocode en dan staat hier C20. Dus dat gaat eigenlijk hartstikke hard snel. Hier ziet hij dan de afmetingen van de doorsnede. Nou, dat is veel te groot, dus ik ga hier naar een andere situatie. En ik zeg hier bijvoorbeeld 250 bij 800. Nou, wil ik heel snel een paar andere profielen maken. Ik doe even een kopietje en ik zeg. En dan heb ik gelijk al twee profielen. Zo, nou, druk oké. Okay. En deze, wat we nu nieuw hebben gemaakt, is dat we voorheen, als je dan een verlopende staaf had, of een staaf die dit soort koep had, of die was zelfs met een beetje offset, dan moest je dat altijd apart modelleren. Maar dat kan nu in Webber's aarde verdeling, dat is ook, dat kun je hier definiëren. Ik zal eens even een lineaire verdeling pakken. En dan zeg ik hier, nou, aan het begin moet de staaf 25 zijn. Hij verloopt naar 800. En je ziet hier nog van, oh ja, hij is centrisch uitgelijnd, dat wil ik niet. Ik wil dat hij aan de bovenzijde uitlijnt. Nou, dat is het. Verder hoeven we niet zoveel te doen. We gaan nu de staaf tekenen. Ik druk op oké. Nu komt hij echt weer in de kruisplaatomgeving. Ik zeg hier, klik bijvoorbeeld in de oorsprong. Ik geef hier even een richting aan. Ik zeg dit gelijk type. Dit is 6500 mm. En dan staat die lijn, staat de staaf daar zo. He, als ik dan terug ga hier naar het rapport en toe op refresh, dan zie ik dus alle dingen die ik heb ingevoerd, die worden gelijk automatisch zo refreshed. Dus dat is fijn, want ik weet gelijk, dat is het idee daarachter, ik weet gelijk wat het eindresultaat gaat zijn van het rapport. Dat hoop ik u vandaag te melden. Nou, heel snel even, we hebben hier een navigator, we hebben hier ook wat we noemen een weergave. Ik kan bijvoorbeeld heel snel zeggen, ja, ik wil het achterkruis in de oorsprong niet hebben. Nou, er is nog meer zaken die hier zijn, die zitten hier. We kunnen hier de aanzichten doen, maar daar ga ik ook meer in de tips en tricks webinar behandelen. We hebben hier, dus voor de bestaande gebruikers is dit allemaal heel bekend. Slepen en neerzetten werkt nog steeds. Ik kan met de controltoets kan ik gewoon een object pakken. Ik sleep hem gewoon hierheen, dan heb ik daar een kopie van gemaakt. Hè? Los van het normale kopiëren, rechtermuis, kopiëren, verplaatsen enzovoort, dat werkt hier allemaal. Ik heb hem niet gespiegeld, dus ik moet hem even de aflijn omdraaien. Nou, dat doen we hier onder. Dus je dubbelklikt steeds op een object en dan worden de zaken veranderd. Je kan hier nog het raster aan en uitzetten, of je kan het raster rechtermuis dynamisch maken en dan zie je dat hij netjes er zo omheen gaat. Ik ga even verder met modelleren. Ik zeg, ga maar ook met de dakconstructie modelleren. Ik kies hier lineair.
Ik wil dat die van hoog naar laag weer loopt. Bovenlijn uitlijnen. Toepelkoop, oké. Ga vandaar. Wordt hierheen. En ik ga vandaar. Zo daarheen. Zo. Prima. Hier kijken. Refresh. Hoe ziet het er nu uit? En u ziet steeds. Oh ja, het ziet er zo uit. Prima. Het gaat de goede kant op. Ik ga van links naar rechts. Kom steunpunt tegen. Dat is in feite dus een type voor een knoop. Dat is het type voor knoop. En hij zegt ook wel knoop ga je hem hangen. Nou, druk hier op de knoop. Oké. Dan moet je je kunt kiezen tussen star, een rol enzovoort. Maar je kunt natuurlijk ook je eigen steunpunt definiëren. Het is een 2D model raamwerk. In een 3-meter model, dat betekent wel dat ik hem om de rotatie, om de x-as moet fixeren. Dat doe ik hierbij. Je ziet hier ook, omdat ik al de eerste knoop had geselecteerd, geeft hij al de situatie weer in dit schermpje. Dit zijn nu allemaal schermen die natuurlijk heel fijn schaalbaar zijn als je dat wil. Het is helemaal gemaakt voor multi-monitor. Oké, natuurlijk kunnen wij ook weer rotatieveren en dergelijke aangeven. Dus ik zie hier dus het veer, of ik geef hier even zo'n diagram weer, dat is allemaal geen probleem. Ik geef hier volledig scharnier, ei, en druk op oké. Druk op oké, hier staat hij. Oh, hij is al een beetje klein, dat is al een nieuwe feature. Je kunt hier gewoon iets pakken en zeggen van oké, die is groter. En dat is, hoe ziet het dan hieruit? Ziet er dan zo uit. Hier zit je nu het steunpunt. Oh, zie je hem daar dat ik hem daar vergeten ben. Pak hem hier. Sleep hem daar neer. Zo. Ik ga verder van links naar rechts. Maatvoering eventueel als je dat prettig vindt. Tussen twee knopen kunt u gewoon op de knopen klikken. Je trekt hem eruit. Dan heb je hem eerst in het rondvlak. Maar je zegt, nou ik wil in het andere vlak. Dan zet je hem zo neer. Dus dan heb je even het gevoel. Orde van grootte van de maatvoering. Oké, dan hebben we het laatste. Ik heb ook zo'n checklist, daar kijk ik af en toe even op. Dit is natuurlijk handig. Ik kan ook een scharnier toekennen. Ik zeg bijvoorbeeld hier dubbelklik. En zo'n scharnier, dat is dan zo'n type voor een staaf. Hier staan die types voor staaf. Ik heb hem niet uitgezet, maar ik kan hier scharnier. En dan komt hier een nieuw scharnier. Ik ga deze andere tabbladen, die komen zeker over 2 weken, heel erg aan bod. Ik ga straks heel even iets over de ontwerptypes zeggen voor hout. Maar ik kan bij staaf eindscharnier, ik heb deze staaf van daar naar daar gemodelleerd, dus ik moet het staafscharnier aan het uiteinde zetten. Dat doe ik. Ik kies hier staaf. En let op, het is een 3D model, dus ik wil eigenlijk niet dat hij om de zijn eigen zette as, dat is deze as, dat hij daar roteert. Dus die fixatie zet ik uit. Ik druk op oké. Ik kan eventueel hier nog op drukken om te kijken waar die precies zit. Oh ja, hij zit daar. Prima, dat is zeker een groter model. Dan wordt het fijn om dat even te controleren. En hij staat hier. Nogmaals, ik kan weer teruggaan. Steeds kan ik zo het model aanpassen. En hier bijvoorbeeld zin, ik zal even inzoomen. Hier ziet u nu de staafscharnieren, hoe die gedefinieerd zijn. Oké. Ik heb aan nog even dit openklappen. Ziet u dus blauw betekent niet gebruikte types van de steunpunten. En type 6, als ik daar op klik, worden ze geselecteerd. En dat geldt nu van hem. Dat zijn basiszaken die we al hadden. En dat werkt nu zo standaard door. Oké. Dan gaan we naar de situatie dat ik eigenlijk voor deze houten liggers toch iets wil zeggen voordat we een ontwerp gaan doen over wat voor soort houtontwerpcontrole ik doe. Van links naar rechts of rechts naar links maakt het verschil met de selectie. Ik druk bijvoorbeeld op Alt-Enter, dat is een andere manier om te zeggen ik wil dingen selecteren. En dan kunt u hier aangeven ja, maar vanaf ontwerptypes dat het gaat alles met betrekking tot het ontwerp. Dus dat zijn... In dit geval had ik hier de effectieve lengtes, die kan ik hier ook ingeven. Dat zijn de kniklengtes, kiplengtes, dat soort zaken, ook voor hout. En je ziet hier dat hier een gebruiksklasse is gedefinieerd. Nou, die zou ik in dit geval willen aanpassen. Ik zeg edit. En ik kies hier één van de drie gebruiksklassen, in dit geval bijvoorbeeld 2. En ik pas het dan aan en dat is dan toegewezen aan staaf 1 tot en met 4. Oké.
Dus dat heb ik nu hier een type aangepast. En hier is het dan ook zwart. Dat betekent hij is toegepast in het model. Dit zit wel in de database, maar het is niet toegepast. Dit zit in het model en is toegepast. Oké, ondertussen zien we hier ook natuurlijk een tabel ontstaan. Knopen, lijnen enzovoort. Nou, die is gekoppeld aan Excel. Ik druk hier op Excel. En op de achtergrond start hier automatisch Excel. En je ziet hier de knopen.html wordt geëxporteerd. Oké. Dat geldt voor elk object dat we hebben. Wordt automatisch een Excel-blad opengemaakt en de gegevens worden neergezet. Oké, dan hebben wij voldoende gehad over het model zelf. We gaan naar de belasting. Bovenin zit het belastinggeval en die ziet dat is al wat beschikbaar. Maar ik ga dat even uitleggen wat er nu aan de hand is. Nou, we hebben belastinggeval 1, maar ik wil even belastinggeval 1. Ik wil er ook meer definiëren. Daarvoor gebruiken wij deze tooling al, belastinggevallen in combinaties. En nieuw voor de mensen is ontwerpsituaties. Dat ga ik zo even toelichten. Het zijn omhullende combinaties die we gaan gebruiken voor het ontwerp van hout in dit geval. Ik heb hier hout, Nederlandse bijlagen. Ik kan eventueel nog zaken aanpassen. Dat ik zeg, ja, ik wil je consequentieklasse 1 voor dit model. Dan doe je dat op deze wijze. Dan gaat hij met een k-waarde, KFI, van 0,9 rekenen. Dit soort zaken is allemaal normgestuurd. En dit soort zaken. Oké. Even over de belastinggevallen. Ik heb er hier maar één. Ik ga hem een naam geven. Dit is eigenwicht plus blijvende belasting. En mensen die mij kennen, die weten dat ik het fijn vind om hier netjes de juiste omschrijving te geven. Hoe meer informatie, hoe minder vragen bij de controle. Aan deze kant staat natuurlijk het actieve eigenwicht. En dus de eigenwicht ten gevolge van die houten liggers, dat is actief in dit belastinggeval. En natuurlijk, ik laat hem uitrekenen. Nieuw belastinggeval, dat wordt dan even een veranderlijke belasting op het dak. Die doet zo. En daarvoor moeten wij een actiecategorie definiëren. Ik kies hiervoor taken. Zo, belastingduur. Nou, ik zou hier nu, volgens die norm hout, zou je hier nu kunnen specificeren. Ga ik naar acties, dan ziet hij, had ik meerdere van de belastingdak geselecteerd. Dan was één actiecategorie gebleven, maar had ik hier wind in X, wind in Y. Dan was hier een nieuwe actie gekomen, wind. Nou, dan gaan we over 2 weken gaan we in de stalen hal. Dan gaan we daar uitgebreid op in, hoe je daarmee om moet gaan. Dan is nu het nieuwe is deze ontwerpsituaties. Het wordt voorgedefinieerd door ons voor hout. Willen we artikel 16a, 16b toepassen. Dit is dan deze combinatoriek, hè, dus, die we toepassen. Dus voor iedereen is bekend, dus die KFI, gamma enzovoort, staat hier. En we passen toe voor hout. Stel dat ik nou een gecombineerd model heb, staal, hout, beton, dan zou je dat allemaal hier kunnen toepassen. Dus dan kun je dezelfde UGT-combinatie gebruiken voor hout, staal en beton. Soms wil je dat misschien niet, wil je juist beton andere combinatie toepassen. WGT, karakteristiek quasi blijvend, staat hier ook natuurlijk. En van wat hiervoor, ik kan 3 tegelijk selecteren en ik zie dat ik nu de combinatie wizard, die geeft aan van let op, ik ga combinaties maken met tweede orde effect pi delta. Nou, dat wil ik in dit geval niet. Ik wil rekenen met kniklengtes, dus in de normcontroles, ik zeg hier een metrisch lineair. Nou, dan gaat hij die actiecombinaties maken. Je ziet hier wat gekleurd is, dat is wat hij echt gebruikt. Wat grijs is, dat is bijvoorbeeld een situatie waar een nulwaarde optreedt. Dan is hij ja, gelijk aan een andere combinatie in de combinatoriek. Of er is een situatie dat die gewoon minder is dan de andere. Dan wordt die ook niet meegenomen. Zelf kan ik natuurlijk dingen ook actief maken of niet. Ik kan bijvoorbeeld zeggen, ja, karakteristiek, deze hoeft niet mee. En dan is het aantal belastingcombinaties is dan als volgt beschikbaar. Goed, ik heb dus 2 UGT, 1 karakteristiek en 2 quasi blijvend. Ik druk op oké en dan ga ik belasting toevoegen. Dus ik zeg hier, EG, eigenwicht, blijvende belasting.
Ik zal even laten zien hoe je een belasting toevoegt van links naar rechts. Ik heb hier alle vlakken. Nou, die kan ik niet. Ik heb hier knoopbelastingen, staaflasten, lijnlasten. Ik kies staaflast. Staaflast kun je natuurlijk hier gelijk belastinggeval gaan selecteren. Je kan hier zeggen op welke staven. Dat zijn deze twee. En dan heb je kracht, massa enzovoort, verplaatsing. Nou, ik kies natuurlijk een eenvoudige kracht, gelijkmatig. En de waarde is bijvoorbeeld 2,4. En ik zeg hier bijvoorbeeld dat is de gewicht, dagbeplating. Ik doe maar wat, 40 kilogram per meter plus gordingen, zoiets. En dus even een omschrijving, ik staat hier netjes bij, ik druk op oké. En dan staat die belasting erbij. Nou, kan ik mooi even teruggaan naar het document. En eens even kijken of waar die nou zit. Kijk, belasting zit hier. Ja, dat zit hier. En ik kan hier ook kijken. Klopt mijn uitleg, gewicht, dagbeplaatsing. Ja, dat zit er ook in. Nou, ik geloof het nu wel uit het document. Ik kom er later weer helemaal op terug. Dus ik ga hem even sluiten, zodat ik dit wat groter kan maken. En ik ga nu nieuwe belasting toevoegen in belastinggeval 2. En dat is een staaflast. En ik ga even variant kiezen in plaats van gelijkmatig. Zeg ik bijvoorbeeld geconcentreerd, trapeziumvormig, variërend. Nou, ik kies deze. Ik zeg, nou, dit is bijvoorbeeld iets van 12 kN. Aantal lasten. Ik kan nu aangeven van percentages. Wil je dat zo hebben? 20 meter? Nee. Percentage 20. Waar wil je het aan toe kunnen? Nou, hetzelfde over dat dak. Zelf bijvoorbeeld. Ik kan nog even kijken of dat zo klopt. Ja, het schijnt wel aardig te kloppen. Ik druk op oké. Oh, ik zie toch dat ik iets te snel heb gedrukt. Dan kan ik gewoon zeggen, nee, deze dubbel klik ik. Ik wil hier naar 1. En die moet er 50 zijn bijvoorbeeld. Zo. Je ziet het pas zo aan. Ik kan deze ook dubbel klikken. En zo snel even iets bijzetten. Ja, dus zo eenvoudig werkt het. En het leuke is nu dat ik eigenlijk klaar ben. Ik heb alles voor de normcontrole ingesteld. Dus als ik nu op rekenen druk, dan start de multicore processing. Dus je ziet hier hoe het mesh wordt opgebouwd. De zeven belastingcombinaties worden eigenlijk simultaan uitgerekend. Dat geldt ook straks voor hele grote constructies. Waardoor er heel veel snelheidswinst gehaald kan worden. En je ziet hier gelijk de vervormingen. Ik kan de vervormingen ook even gekleurd tonen. Ik zeg hier dat deze gekleurd zijn zo. En zo op deze wijze kan ik ook de omhullende laten zien. En dat is die ontwerpsituatie. Of losse combinaties, inclusief de belasting met een factor erbij. Dus in deze belastingcombinatie zie ik deze gefactoreerde belasting. Plus die puntlasten die resulteert in deze vervorming. Dat is natuurlijk een UGT-vervorming. Dat is niet de karakteristieke vervorming. Dus ik zou kunnen kijken, van, ja, maar wat doet nou karakteristiek alleen? En dan doe je het op deze wijze. Snedekrachten, staven, snedekrachten, dat is allemaal niet zo heel bijzonder hier. Ik zal naar een, en hier zie ik dat ik snedemomenten, wordt dit aangegeven, dan kan ik hier zo zeggen, nou, deze iets groter. En dat werkt dan als volgt, zonder lasten, met lasten, dat kun je hier gewoon aangeven. Dwarskracht op deze wijze, natuurlijk is het bestaande functionaliteit voor die mensen die het fijn vinden, kunnen hier de resultaatgrafiek weer opvragen. En dat is ook weer een nieuw, ja, kun je op een andere monitor neerzetten. En je kunt hier al zeggen van, nou ja, ik wil deze hebben. Ik ga zelf een nieuwe maken. En dan zeg ik bijvoorbeeld VZ plus MI. En dan zou je dit zo op deze wijze kunnen opslaan. Nou, het is bekend, je kunt ook meerdere laten zien. We kunnen denk ik in een ander webinar in de tips en tricks gaan we hier veel uitgebreider over in. Ook deze is natuurlijk weer volledig schaalbaar. Andere monitor neer te zetten enzovoort. Oké, dat zijn de snedekrachten. Reactiekrachten zitten er natuurlijk bij. Die zitten hier. Ik kan hier even snel bij de gegenereerd laten zien van ja, ik wil de knopen met een steunpunt zien. Excuus, ik druk iets snel. Zo. Dus met een steunpunt aan, dan heb ik dat hier. En hier ziet u in de tabel de resultaten van bijvoorbeeld de ontwerpsituatie. En dan ziet u hier
of per knoop, per staaf enzovoort. Dat soort zaken kunt u hier zien. Maar belangrijk is eigenlijk, die houtcontrole is al gedaan. Dus dat hele proces wat we net deden, dat stelt gelijk de houtcontrole in. Dus ik zie al gelijk de unity checks hier van die drie ontwerpsituaties. Dus de UGT en de BGT situatie voor hout. En dat ziet er dan als volgt uit. Hij geeft nu wel even een melding van luister, je doet wel een toets zonder kniklengtes, want die heb je niet ingesteld. Hij gaat niet automatisch om de systeemlengte werken. Nee, je moet hem even apart ingeven. Daar kom ik volgende webinar nog uitgebreid op terug. Voor staal dan. En je kunt hier kijken van, ontwerpsituatie 1. Welke toetsen zijn daar uitgevoerd? Nou, druk, afschuiving, buiging, bruikbaarheid, vervormingen, dat soort zaken zit hier. En je kunt hier los bekijken. Je kunt dus alleen zeggen, ik wil alleen bijvoorbeeld bruikbaarheid zien, dat soort zaken. Of juist alleen stabiliteit. Dat heb ik nu niet aanstaan. En dat werkt dus als volgt. Het leuke is nu dat je, wat wij een hele mooie feature vinden, je dubbelklikt gewoon op een toets. En je krijgt hier de unit check te zien. Maar, dit is het allermooiste, je krijgt ook helemaal ingevuld de formules te zien. Ik zie hier heel duidelijk eurocode, Nederlandse norm 2014-6. En dit is dan de toets volgens welk artikel. Met de vergelijking erbij. En dat soort zaken. Je kunt er ook, als je meer doorsnedencontroles, is nu voor aluminium, voor beton, voor hout. Is allemaal op deze wijze geïmplementeerd. Waarbij men natuurlijk voor beton, waar je ook een gewapende doorsnede hebt, iets andere situatie hebt om het hout en staal. Maar je kunt hier bijvoorbeeld kijken naar de spanning. Je kan hier kijken naar de schuifspanning en je ziet dan de optredende schuifspanning op basis van snedekrachten die horen bij deze ontwerpsituaties. Dat zit nu allemaal hier. Oké, gaan we even terug toch naar het rapport. Ik zeg het rapport, dubbelklik. Dus dat staat nu hier. Ik ga het iets groter maken. En ik zeg, regenereren maar. En ik zal even de horeca hier inlezen, want dan lees ik ook even de houtsituatie netjes in. Zo. En je ziet hier de, kijk maar, dat is een refresh, doe ik het goed. Ja. Ik zet hier hout even aan, houtontwerp, en kies daarvan. Ik had in mijn schabloon geen hout zitten, maar ik heb hem voor staal gemaakt. Het heeft een hout. Bij ontwerpsituatie zet ik erbij. Druk op oké. En je ziet hier ook, het moet natuurlijk openstaan blijven staan. Je ziet hier nu een nieuw rapport. Inclusief de ontwerpsituatie van hout. Ik zal even erop klikken zo. Het staat nu hier. Dat is natuurlijk die situatie die ik net in de tabel had. Misschien is hij een beetje te weinig. Dus ik kan gewoon een plaatje pakken. Dus ik zeg, ja, dat plaatje vind ik eigenlijk wel prima om ook misschien de unity checks te laten zien. Dat doe ik even clone. Of ik maak een nieuw plaatje hier. Ik zal even klonen. En ik zeg deze. En nu kan ik hem heel eenvoudig editen. Ik kan zeggen bewerken. Gaat hij even terug naar die andere monitor. Dan krijg je deze situatie. En dan zeg je ja. Maar ik wil hier naar de hout gaan. Dus ik zeg hier hout. Houtontwerp. Wat wil ik nou eigenlijk zien? Ja, ik wil eigenlijk alleen die UGT zien. Bijvoorbeeld. En dan trek ik hier UGT. Die ziet er zo uit. Oké. En dan heb ik dat plaatje van de houtcontrole UGT heb ik hier. Nou, die kan ik dus eenvoudig dan eronder zetten. Dat doe je dan zo. Ja. Is het net zien. Zo dan. En bijvoorbeeld eronder, dus de boven. Nou, ik start even opnieuw pagina. Nou, dat is een beetje te zien. Kijk, hier zat hij. En ik kan hem zelf zeggen, ja, ik wil deze kopiëren. Edit even, heel snel. Ik zet hier deze nog even bij. Zo. En dan heb ik ook nu BGT erbij. Dat gaat als volgt. Maar als je dan zegt van, ja, ik wil ze, ik kan ook op een andere manier doen. Je zou het gewoon ook via massprint kunnen doen. Het is een snelle manier van heel veel plaatjes maken. Dat hebben we nu ook naar de add-ons uitgebreid. Ik kan hier gewoon zeggen, van dit bestaande plaatje,
wil ik een afbeelding naar het afbeeldingenrapport drukken. Dat doe je dan als volgt. Je ziet hier een voorbeeld van wat wij gaan afdrukken. Dan zegt hij, ja, ik wil eigenlijk wel meerdere gaan doen. Hoe werkt het dan? Nou, je zegt hier, ik wil bijvoorbeeld een BGT op deze wijze. Je gaat weer terug, dan heb je er nu 2. Hier stond er 2. En ik zeg hier, want je ziet hier dat ik naar beneden kan scrollen. Dus 2 keer een volledige pagina, maar dat wil ik misschien niet. Ik zeg hier hoogte. En dit is een beetje wat ik bedoel. Dus we hebben al heel veel tools om heel snel het rapport, denken wij, dat is onze mening, om heel snel een mooi rapport samen te stellen. We hebben dus netjes de plaatjes mooi, de teksten mooi staan, we hebben de plaatjes mooi staan. En wij denken dat het daardoor veel prettiger werkt. Dat is ons idee, maar we zijn echt ook benieuwd wat u ervan vindt. Oké, dus zo zijn de plaatjes erbij. Ondertussen even een checklist. Ik kan natuurlijk die wizard steeds starten. Bepaalde zaken. Ik zie bijvoorbeeld dat die knopentabel, de reactiekracht iets te groot is. Ik wil bijvoorbeeld iets beperken op een dat ik dit soort zaken wat gereduceerde omschrijving heb. Dat kan allemaal vrij eenvoudig. Je drukt hier op bewaar en toon. Ik kom hier bij de situatie. En hij regenereert even opnieuw en dan ziet hij dat hij dat alles een beetje kleiner wordt. Belastingcombinaties worden minder scherp, minder uitgebreid opgeschreven enzovoort. Dus ja, ik vind het zelf heel prettig werken. En, we zijn ook benieuwd wat u ervan vindt. Nou, ik ga langzaam afronden. Ik heb natuurlijk ook een situatie dat ik brand ben vergeten bijvoorbeeld. En nou is het grote kracht van die ontwerpsituaties is dat ik eenvoudig brand er kan bijvoegen. Dus als ik zeg, nou, ik heb brand vergeten, dan zeg je hier een nieuwe situatie, type brand, ook voor houtontwerp, bereken alles. Hij gaat kijken wat hij al heeft berekend. Nou, bijna alles, behalve die combinatie voor brand. En hij pakt, doet even een nieuwe toets voor de hout. Dan is hij al klaar. En ik zeg hier, oké, ik ga direct naar het rapport. Refresh. En ik kijk even naar deze tabel aan de rechterzijde. Daar komt brandweerendheid, komt daarbij. En dat wordt direct gegenereerd. En ook die toets, nou die staat natuurlijk hier. En dus ik kan, als ik hem toch even wil nalopen, dan zie ik hier brandweerendheid. En, dat soort zaken. En dan denk ik, oh, nou heb ik weer wat vergeten. Bijvoorbeeld, ik ben vergeten dat die 60 minuten moet zijn. Nou, dan pak ik gewoon de staven. En dan is het net als die ontwerptypes van die gebruiksklasse kan ik ook zeggen, ja, maar voor de brandwerendheid wil ik een iets andere situatie. Ik wil bijvoorbeeld aangeven dat die 60 minuten moet zijn. Druk op oké. Gaan we natuurlijk een andere toets doen. Houtontwerp. Hij zegt, ik hoef niet meer de mechanica uit te rekenen, ik kan gewoon hout doen. Hij heeft dat hier gedaan. Terug naar het rapport. Ik zeg hier. Hup. Ik moet hier kijken. Bam. Je ziet hier die unitje check, iets, denk ik, iets te ambitieus uitgezoomd. Maar hier ziet u dan heel eenvoudig hoe dat is aangepast. En ik kan nu zeggen, ja, maar ik wil dan toch even die erbij hebben. Ik pak deze, ik zeg bewerken. Ik pak hier de brandwerendheid en zet die uit. Oké. En dan gaan we terug en dan zeggen we 3 plaatjes. Dan wil ik dat zo hebben. Of zeg ik bijvoorbeeld eigenschappen, doe maar 3 op 1 pagina, die er bijvoorbeeld zo uitziet. Het kan allemaal. Ik start hem even op een nieuwe pagina. Hier zit bijvoorbeeld dit. Hier staan nu 3 plaatjes, UGT, BGT en de brandwerendheid controle. Dus wij denken dat het heel fijn werkt. Het is ook heel makkelijk, ik zal iets verder ingaan. Op 1 heel handig dat je direct PDF's los van RTF en HTML kunt invoeren. Super handig. Wordt veel gebruikt. We hebben ook de mogelijkheid om plaatjes zogenaamde 3D PDF te maken. Dan kun je dat direct op elk plaatje doen. Je kunt het ook via Masterprint doen. Dan gaan we natuurlijk uitgebreid komen we daar nog terug. Maar we hebben dus ook 3D PDF. En tenslotte. Als ik dan nog iets wil zeggen over de knik, zou ik bijvoorbeeld ook
stabiliteit kunnen draaien. En dat hebben we ook een grote verbetering gedaan. Ik ga even nu twee voorproefjes geven van het volgende webinar. We kunnen, als ik naar de add-on ga voor stabiliteit, kunnen we direct niklengtes uitrekenen. En dat gaat nu veel makkelijker. Gaat voor elke combinatie wordt het automatisch gedaan. Nikstabiliteit staat nu aan, dus ik heb nu hout en de add-on. Dus de stabiliteitsberekening, druk op oké. Dan komt hier een instellingen, dat zijn niet anders dan hoeveel eigenwaarden wil je berekenen. Dat soort zaken, dat staat dan hier, dat is al bij de meeste mensen wel bekend. Maar het gaat om het feit van, ik zal heel snel naar de combinaties gaan, dat je hier kunt zeggen in de combinaties. Ja, maar ik wil hier, voor al deze combinaties wil ik een stabiliteitsberekening doen. Nou, oké, doet die berekening alles. Dan worden alleen dus die extra zaken, die worden nog even uitgerekend. Dus, en het gaat, zoals je ziet, vrij vlot. Ik kan hier naar de statische berekening gaan. Ik kies dan de ontwerpsituatie. En ik zie hier dan, voor deze situatie is de minimum kritische belastingfactor 2,42 voor belastingcombinatie 2. Dus ik weet dat als ik nu naar belastingcombinatie 2 ga, ik zal even hier belastingcombinatie 2 pakken, dan is op dat moment voor omhullende is het niet beschikbaar, maar natuurlijk wel voor belastingcombinaties en gevallen, kan ik hier naar belastingberekening voor combinatie 2 gaan, dan zie je 2,42 en dat heeft een, vervolgens kun je de knikvorm van deze hele constructie kun je dan zelf beschouwen, los van natuurlijk de andere situaties waar je deze hebt. Je hebt deze situatie. Het heeft allemaal invloed op de kniklengtes. En dan gaan we later uitgebreid op in hoe je die zou kunnen gebruiken. Maar dat is nog iets van stabiliteit. Ik weet dat Jo heel erg let op de tijd. Twee dingen nog. Het SAF-formaat. Als u nou modellen heeft met SAF-formaat, dat zit dan nu hier. Dan gaan we, later nog een keer terug. Maar hier kunt u dus het Structural Analysis Format importeren. Dat is het formaat van andere rekensoftware. En het kan heel handig zijn. Los daarvan hebben we natuurlijk ook voor veel mensen belangrijk IFC-import, andere import, directe koppeling met AutoCAD. En we hebben de export van IFC 4.0. Dus dat betekent, we hebben zowel het rekenmodel als het tekenmodel. Het referentiemodel hebben we nu als export ook in zitten. Dus dat zijn heel handige zaken. En als laatste nog een voorproefje voor de infomiddag van, dan gaan we denk ik even naar een vragensessie over de infomiddag in januari, zowel in Nederland op dinsdag en woensdag in Genk. Het zogenaamde JavaScript. Je ziet hier mijn script manager openstaan. Ik zal even een bestandje openen. En met de script manager kunt u eigen scripts maken in het programma om heel snel dingen te genereren. En wij gebruiken het script ook om bepaalde zaken automatisch te genereren. Stel dit nou een voorbeeld van u wil een stalen hal optimaliseren, maar u wilt een aantal tussen diagonalen, terwijl de lengte van het vakwerk hetzelfde is, wilt u het aantal diagonalen optimaliseren. Nou, vroeger kon dat niet, hè, want je had altijd maar één set verzamelen staven, maar dat, nu kunnen we dat. We kunnen dat soort zaken via intelligente blokken uitrekenen. Ik moet even een bestaande bestand openen. Ik heb hier twee eenvoudige liggers. Dit zouden bijvoorbeeld kraanbaanliggers kunnen zijn. Die zien er zo uit. En nu heb ik hier dat JavaScript. Ik kan niet zeggen bewerken. En hier ziet u het script. Het is, voor mensen die een beetje bekend zijn met programmeertaal, het is vrij goed te doen. Je ziet hier een situatie dat ik gewoon een last heb. Dat is dan in newtons. Niet, we kennen geen newtons, maar alleen maar standaard eenheden. En ik voeg ze toe op staaf 1 en 2. Dit zit met een bepaalde stapgrootte. En je ziet hier dan dat ik een bepaalde belasting genereer. Nou, de titel als volgt uit. Het gaat razendsnel, dus even niet de ogen knipperen. En je ziet hier dat hoe snel de lopende lasten zijn gegenereerd. Daar gebruiken we dus JavaScript voor. En dat is alles in RFM kunt u met JavaScript genereren. Dus dat gaat heel veel. Mensen worden daar heel erg blij van, denk ik. En wij, als tenslotte, wij gaan er dus uitgebreid op in
op de infomiddag in januari. We gaan het ook toepassen voor bloktechnologie. Hier ziet u de blokken. Vroeger, mensen van RV5 waren bekend dat ze geparametriseerde blokken kunnen gebruiken. Dat is nog steeds zo. Die blokken zijn nog steeds geparametriseerd. Maar we hebben nu onze eigen blokken, waar we dus ook, ik weet dat mensen luisteren die gewoon een tweede raamwerk met winter sneeuw zouden willen berekenen. Daar gaan we ook JavaScript voor gebruiken. We zijn eigenlijk best wel, wat ik begrepen heb, vrij ferm al mee. Maar stel nou even het voorbeeld van een vakwerk. Hoe werkt dat nou precies? Nou, je zit in vakwerk liggen. Je ziet er zo uit. Als ik op oké druk, dan ziet hier nu het blok. En het blok was een speciaal type, zoals ik hem begin te. En deze blok behoudt zijn intelligentie. Als ik nou naar JavaScript code kijk, dit is wat wij dus genereren. Dus als ik dingen aanpas, dan gebeurt het op basis van deze info. Stel dat ik nou dit op 20 zet, dan heb ik totaal 40 meter als voorbeeld. Dit is het totale vakwerk. Dan zeg ik oké, waar wilt u hem hebben? Ik kan hem daar hebben bijvoorbeeld. Zit hij hier aan het vakwerk. Maar dit blok is intelligent. Dus het wordt door basis van script steeds gegenereerd. Dus ik zeg hier speciale objecten, blokken. En nu ga ik bijvoorbeeld het aantal halveren. Dus ik zeg ja, maar wat gebeurt er nou als ik 10 vertalen neem? En de afstand is 4000. Wat? Zoiets. En dan druk ik oké. En dan ziet hij dat ik dan automatisch binnen het bestaande model dus het aantal staven kan regenereren. Dus dat is een hele andere tool wordt dat om straks ook hallen en andere constructies te optimaliseren waar het aantal staven ook belangrijk gaat worden. Nou, Jo, je hebt vast een flink aantal vragen, dus laat maar komen. Ja, ik ga even mijn webcam ook terug aanzetten. Er zijn wat vragen binnengekomen, heel wat over het rapport. Eentje van Roy, maar dat heb je ondertussen al beantwoord als het mogelijk is om tekstvelden toe te voegen. Dus dat gaat, dat heb ik hem ook al geantwoord. Een ander vraagje van een Belgische klant. Die vraagt als het ook nog mogelijk is, gelijk in RFM5, om bijvoorbeeld de rekennota in het Frans te vertalen. Ah, ja, natuurlijk. Ja. Ik had denk ik mijn bestanden binnengegooid, maar ik heb zelf nog een voorbeeldje. Ik zal even. Oh nee, dat heb ik niet. Even kijken, heb ik een ander voorbeeld? Wat is deze? Oei. Ja, hier heb ik wat. Ik zal even een afdrukrapport maken. Dus hij is al. Ja, dus hier zie je het is goed te zien, hè? Het is in het Nederlands. Mm-hmm. En ik kan hier bijvoorbeeld wijzig taal en het bijvoorbeeld Frans. Dus, en dat gaat on the fly weer. En dus okay. Talen die we tot ons beschikking hebben, Engels, Duits. Enzovoort, de grote Europese talen, plus wat internationale talen, als Russisch, Chinees, dat soort zaken zit hier allemaal in. Ja. Ja, oké, netjes. Nog een vraagje betreffende de rekennota. Je had die formules laten zien van de Eurocode 5, we nu netjes tonen. Is dat ook mogelijk om in de rekennota te laten zien? Ja, denk het wel. Ik heb hier, even kijken hoor, dus dan ga ik hier naar houtontwerp. Ik heb hier een overzicht, dus ik heb hier een bepaalde formule. En dan kun je hier, heb je hem uitgeschreven, dan ga je hier naar afbeeldingen afdrukken, naar rekenafdrukrapport. Dat is hier bij deze gedaan. En ik had lijkt maar even rapport weggeklikt, was niet te druk. En dan opent hij weer en dan moet hier de... Hier moet nu. Ja. Ja, hier zie je de formule nu bij. Dus we kunnen hier, ja, dus dat gaat op deze wijze. Ja. Oké. Netjes. Ja. Nee, oké, ziet er eigenlijk mooi uit. Dat waren zo de voornaamste vragen die ik uit de lijst haal even.
Er zijn nog wat praktische vragen, maar die zullen we even na het webinar beantwoorden naar de klant zelf. Dan dank ik jou, Emiel, voor de heldere presentatie. Zag er heel mooi uit. Ik dank ook alle deelnemers vandaag voor het webinar voor erbij te zijn. En ik en Emiel, wij hopen u binnen 2 weken terug te zien op het webinar over staalconstructies. Fijne dag nog en tot ziens. Ja, tot ziens. Dank u wel.